Masha en Vladimir zijn hopeloos verliefd. Een huwelijk zit er niet in, want zij is rijk en hij arm. Ze besluiten stiekem te trouwen en er vandoor te gaan. Een sneeuwstorm gooit roet in het eten. Alexander Pushkin werd geboren in 1799 en gedood in een duel op zijn 37ste. Tot op de dag van vandaag wordt hij massaal door alle Russen in de leeftijd van 4 tot 100 op handen gedragen.